Wat ging er precies fout, waardoor gisteren een legerhelikopter neerstortte in de zee bij Aruba? Een onderzoeksteam is aan het werk gezet om antwoord te geven op die vraag. Familie, vrienden en ook collega's van de twee omgekomen militairen zijn natuurlijk ontzettend verdrietig. Op Aruba en in Nederland. De vlag hangt half stok bij de marinebasis in Den Helder, het hoofdkwartier van de Nederlandse marine. Vanochtend werd het verdrietige nieuws hier bekendgemaakt. Het is de NH90 boordhelikopter op zo'n 12,5 kilometer uit de kust van Aruba te water geraakt. Twee van de vier bemanningsleden zijn hierbij om het leven gekomen. Een heftige schok voor iedereen. Het gebeurde voor de kust van het eiland Aruba. Dat is net als Curaçao en Sint Maarten een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De eilanden worden daarom beschermd door militairen van het Nederlandse leger. Ze hebben de taak om het Caribische gedeelte van het Koninkrijk veilig te houden. Daar hebben ze allerlei legervoertuigen voor. Met deze helikopters houden ze vanuit de lucht de omgeving in de gaten. Bijvoorbeeld om bootjes op te sporen waarmee drugs of andere illegale spullen worden gesmokkeld. Het toestel waarmee het gisteren misging is de NH90 gevechtshelikopter. Hier te zien tijdens de marinedagen in Den Helder. Een paar jaar geleden was dit type legerhelikopter ook in het nieuws. Toen omdat er technische problemen mee waren. Of de crash van gisteren daar iets mee te maken heeft, moet dus worden onderzocht. Met de gecrashed helikopter. Maar door het slechte weer op zee is dat een hele moeilijke klus. Correspondent Dick Draaier werkt voor het NOS Jeugdjournaal op Aruba. Hier ver achter mij ligt Aruba. Bij de crash site kunnen we niet komen. Een duikteam is daar bezig om het toestel te lokaliseren. Het belangrijkste voor het onderzoek is de zwarte doos. Die is inmiddels gevonden. En daarin slaat de boordcomputer gegevens op over bijvoorbeeld de snelheid en kapotte onderdelen. En dat moet dan weer iets zeggen over waarom de helikopter gisteren is neergestort. Belangrijke informatie dus voor het onderzoek. Een geluk bij een groot ongeluk is wel dat we de flight recorder inmiddels hebben. De zwarte doos is vanochtend lokale tijd daar pas gevonden en nog niet uitgelezen. Dus ik kan u nog niets zeggen. De twee militairen die het ongeluk overleefden raakten niet gewond, maar zijn natuurlijk heel erg geschrokken. Ze zijn door hun collega's van het marineschip opgevangen.